Oké, de boys 13 zijn terug en we zien daar een hele snelle start van Tom Verkaart van Pure Gaming Nederland. Hij zit daar op de eerste positie, want ze hebben daar ook nog iemand van het Loopaloop team er goed bij zitten. Maar we gaan zo kijken, op die tweede positie is het plaats 253. Nigel Edder van de Wiek was op een mooie tweede plaats. Maar nog steeds aan de leiding, Tom Verkaart. Ebbe op twee, dan Max Duimeling van Lugendorf staat op een mooie derde positie. En Brian van Heerwijk op een mooie vierde plaats. Tot aan de veranderingen. Het is nog steeds Tom Verkaart, hij voert deze halve finale. Kijken naar dit 26 in de